Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1130 met een uitzending voor vandaag 9 november 2017. Dus het bulletin van donderdag. Ik begin vandaag met enkele nieuwsberichten en als het goed is heb ik daarna nog enkele delen uit de serie over propagatie. In het Zuid-Amerikaanse land Colombia is sinds deze week een noodnet actief op 7117 kHz vanwege een steen- en modderlawine in de plaats Corinto aan de rivier La Paya. De lawine zelf vond buiten de bewoonde wereld plaats, maar zorgde voor een vloedgolf in de rivier die vervolgens in de eerstvolgende stad bijna 30 gewonden tot gevolg had. In het noodnet werken amateurs uit de regio's Cali en Popayán samen om de autoriteiten op de hoogte te houden over gewonden en vermiste mensen en over waar mensen tijdelijk zijn geherhuisvest, aldus southgatearc.org, 7117 kHz dus. Het volgende bericht staat sinds vandaag op de site van agentschap Telecom. AT heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een zendamateur die zijn roepnaam niet of onvoldoende heeft gebruikt. Ondanks waarschuwing veranderde het gedrag van deze amateur niet met deze boete als gevolg. Verder heeft agentschap Telecom meerdere gele kaarten uitgedeeld. Het betrof het niet of onjuist gebruik van de radioroepnaam tijdens het maken van verbindingen en het gebruik van frequenties die niet aan de betreffende zendamateur waren toegewezen. De nieuwste CQPA kan momenteel trouwens weer worden gedownload van www.vrza.nl. Ik zou niet te lang wachten, want ik weet niet hoe lang hij nog beschikbaar is. Ten slotte is er 17 en 18 november weer een melding primair gebruik. Die geldt voor de regio rond Dokkum in de hele 13 centimeter band. Het is vanwege de intochten van Sinterklaas. Ja, dan nog het volgende. Mensen kijken wel eens met een scheef oog naar mijn gebruik van Echolink. Ik krijg daar geregeld opmerkingen over. De reden van het gebruik is het volgende. Ik experimenteer met een repeater bij mij thuis. Dat wil zeggen, ik doe experimenten. Daar bestaat de hobby uit. Met enige moeite lukt het me nog wel om de repeaters die ik vaak gebruik te ontvangen. Als ik echter met een bruikbaar zendvermogen zend, dan druk ik mijn eigen repeaters dicht. Dat is ongewenst en mogelijk zelfs in strijd met de repeatervergunning voor wat betreft de uitrolverplichting. Het was een keuze. Ik verkies het experimenteren hier thuis met een repeater boven de vrijheid om vanaf deze locatie via de ether te kunnen werken op 2 meter en 70 centimeter. Dat is het mij wel waard. In zijn algemeenheid vind ik dat de verbinding via de ether altijd de voorkeur heeft. Ik vind het van belang om dit te vertellen, omdat ik vooral bij beginnende amateurs hierover niet het verkeerde beeld wil wekken. Ja, het onderwerp over ionosferische propagatie ging gisteren onder andere over de variaties die de ionosfeer kent. De zon gaat telkens door een periode van toename en dan weer van afname in activiteit. Dit heeft invloed op de communicatie op de korte golf. Een zonnevlekkencyclus waarvan we voor het gemak zeggen dat hij 11 jaar duurt, varieert in werkelijkheid in lengte tussen de 9 en de 14 jaar. 11 jaar is een gemiddelde. Bij het zonnevlekkenminimum worden alleen de laagste amateurbanden op HF door de ionosfeer gereflecteerd, terwijl bij het maximum de frequenties tot aan 30 MHz of hoger worden gereflecteerd. Die banden die dus niet gereflecteerd worden, ja, die hebben in feite dan alleen een lokaal bereik. Dit is een rechtstreeks gevolg van een grotere hoeveelheid straling vanuit de zon bij het zonnevlekkenmaximum, wat direct resulteert in meer vrije elektronen in de ionosfeer. Er zijn nog meer gevolgen van de variatie in zonneactiviteit. Zonnevlammen, dat wil zeggen enorme explosies op de zon die met name een gevolg hebben voor de absorberende D-laag, zijn bij het zonnevlekkenmaximum bijvoorbeeld veel waarschijnlijker. Tijdens zo'n uitbarsting op de zon kan na enige tijd het verkeer op de korte golf grotendeels stilvallen. Dat is overigens alleen bij afstanden die via gebieden waar het dag is het geval, omdat de D-laag sowieso alleen overdag aanwezig is. Het propagatieonderwerp werd gisteren besloten met de zonnevlammen die met name bij het zonnevlekkenmaximum soms de D-laag zeer versterken, waarna het verkeer op HF grotendeels kan stilvallen. Een dergelijk fenomeen wordt overigens in het Engels een shortwave fade-out genoemd. Fade-outs gebeuren plotseling en hebben het grootste effect op de lagere korte golffrequenties. Het kan, als je vermoedt dat je te maken hebt met een fade-out, dus zinnig zijn om een hogere band te kiezen waar communicatie dan nog wel mogelijk is. De tijdsduur van zo'n fade-out varieert tussen slechts 10 minuten en enkele uren, dit afhankelijk van de sterkte van de zonnevlam. De seizoenen hebben ook een grote invloed op de propagatie. De E-laag bijvoorbeeld is vaak sterker aanwezig in de zomer dan in de winter. Variaties in de F-laag of lagen is gecompliceerder. Op de beide halfronden zijn de hoogste frequenties gereflecteerd in het midden van het voorjaar of het najaar. In maart of september dus. En die zijn hoger dan die in de zomer of de winter. Dat gaat overigens zowel in het zonnevlekkenminimum als het maximum. Gereflecteerde frequenties zijn daarnaast in de winter ook nog weer hoger dan in de zomer. Daarnaast zijn er geografische verschillen, bijvoorbeeld hoe noordelijker je op het noordelijk halfrond zit en hoe zuidelijker op het zuidelijk halfrond. Tot zover de propagatie voor vandaag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.